Crypto Expo Dubai 2022. Over 13 dagen en 11 uur is het zover. Ja, dan is de cryptobeurs in Dubai inderdaad gaande. Ik zelf weet bijzonder weinig van crypto. Ik kan wel meedelen dat Dubai de cryptotechnologie, trouwens de Emiraten, de cryptotechnologie heel snel hebben omarmd. En voor een deel konden ze dat natuurlijk ook omdat er weinig tot geen belastingen waren. En waar in Nederland, België en Noorwegen er natuurlijk meteen wordt gedacht aan belastingontwijking of erger nog ontduiking, want crypto's zijn niet geregistreerd en zo. Daarover een paar dingen. Het blijkt dat veel van die cryptocurrencies eigenlijk best wel goed in de gaten gehouden kunnen worden. Twee, Dubai heeft een flinke voorsprong genomen, omdat ze vrij snel zeiden van nou ja, die belastingen zijn voor ons minder belangrijk, dus we gaan er vol mee aan de bak. Het Dubai Land Department, kadaster, had al verteld, draait hier op blockchain. Weliswaar een soort van gecentraliseerde vorm, maar blockchain. Nou, die beurs is inderdaad de premier cryptocurrency event, zo wordt het genoemd. En ik denk dat het waar is. Zoals ik al zei, ik heb zelf niet heel veel verstand van crypto, maar het is huge. Ik zou zo snel niet vlug drie andere beurzen kunnen aanwijzen in de wereld die zo groot zijn. Betekent dat dat je alles kunt met crypto? Nee, zeker niet. Voor zover mij bekend is alleen in zijn er twee free zones waar je een echte crypto trading license kunt krijgen. Dat is mooi, dat betekent dat je echt professioneel bezig bent met cryptocurrencies en dat je daar bovendien een licentie voor hebt. En waarom is die licentie nou zo belangrijk? Nou, typisch bij crypto, dat weet ik dan wel, is dat er relatief grote bedragen heen en weer gaan van de bank naar de beurzen van crypto en terug. Die beurzen waar die cryptocurrencies, die coins, allemaal worden verhandeld. Als je nu een licentie hebt van een free zone en je bent cryptocurrency handelaar, dan is de kans erg groot dat als je eenmaal een zakelijke bankrekening hebt, de bank niet schrikt van die grote transacties. Ze hebben namelijk onder water gekoppeld dat die bankrekening vastzit aan een licentie voor cryptocurrency trading. En dan hoort daarbij dat daar redelijk grote bedragen heen en weer worden geswapt. Zou je nu denken slimme Henkie te zijn en op een simpele consultancy licentie lekker met cryptocurrencies bezig te gaan? Dan mag ik niet zeggen, maar dan denk je dat het met kleine bedragen best wel een tijdje goed gaat. Maar zodra het groter wordt, is de kans bijzonder groot dat je bankrekening wordt bevroren. Daar kom je dan uiteindelijk ook wel weer van af. Je bent je geld niet kwijt of zo, maar het is wel een maand of langer dikke vette stress. Dus zie daar het belang van het kiezen van de juiste licentie. En er zijn licenties die gewoon stomweg op bepaalde free zones niet te krijgen zijn. Daarvoor moet je echt beslist bij twee dedicated free zones zijn.